Circulaire economie is wat mij betreft een systeemverandering die echt als bittere noodzaak tevoorschijn komt, omdat als wij niet schakelen rond een andere manier van met onze grondstoffen, met mensen en met talent omgaan, ja, dan heb je straks veel meer planeten nodig dan die we nu hebben. Kijk, circulaire economie is voor een deel een technisch verhaal waarbij je het hebt over grondstoffen en allerlei dingen in de kringloop houden. Het punt is dat we daar echt al heel veel dingen over weten. De schappen liggen vol met goede oplossingen. En de uitdaging zit hem erin dat je mensen weet mee te nemen om daar ook werk van te maken. Dus hoe krijg je het nou zo dat het verleidelijk wordt om dat slimme gedrag ook gelijk vanaf morgen al te gaan doen? En op het moment dat het echt gemeengoed wordt, dan komen al die nieuwe innovaties daar vanzelf wel weer achteraan. Wij zijn hier op de vakbeurs Facilitair. De plek waar facility managers gaan kijken van wat brengt onze toekomst. Bedrijven oriënteren zich daar en wij hebben samen met allerlei hbo-instellingen, waaronder Saxion en Han, hebben wij iets wat wij de juniorkamer noemen, waarbij we naast het onderwijs de circulaire economie over het voetlicht willen brengen in combinatie met de nieuwe skills die je straks in de buitenwereld nodig hebt. Dus open nadenken, jezelf leren presenteren. Wij hebben een technische toolkit bedacht. Dat is een product voor facilitaire leveranciers, waarmee je eigen de problemen, de simpele problemen, zelf kunt oplossen. Aangezien veel problemen in een vingerknip zijn opgelost door de facilitaire leveranciers. Veel bedrijven maken gebruik van suikersticks en melkcupjes. En wij vroegen ons daar af, waarom is een melkcup eigenlijk, bestaat het uit meerdere onderdelen? Vaak wordt het met plastic en aluminium verwerkt en dat ziet er heel mooi uit en dat zou waarschijnlijk voor de houdbaarheid fantastisch zijn. Maar wij vroegen ons af waarom kan het niet uit één product staan, want ze proberen een melkcup maar eens te scheiden, dat is niet te doen. Ik denk dat de grootste kans die je hebt is om langer en op een eerlijkere manier met de hele aardbol om te gaan. Het is niet afval en dat moet geloosd worden, verbrand worden, maar er is iets anders van te maken. Echt een vooruitstreven is van bedrijven, denk ik dat het in de toekomst echt een verplichting wordt. Als wij nog een jaar op deze planeet willen leven, dan zullen wij het toch zelf in moeten grijpen. En ik denk vanuit het bedrijfsleven dat dat de ideale kans is om daar een goede start te maken. Ik denk dat circulaire economie gewoon een vanzelfsprekendheid gaat worden in het DNA van iedereen. Nou, wat je ziet is dat het willen omvormen van een heel systeem, dat kan alleen maar door de kennis die je opdoet met elkaar te delen. Dus je moet dat samen doen. Dat houdt wel in dat je in een soort open source-achtige denkmethodiek neerkomt, zoals je dat ook bij de ICT ziet. Dus als wij nog gaan roepen, het is mijn idee, afblijven, ja, dan kom je niet echt heel veel verder. En dat maakt ook dat, zoals we hier vandaag op de beurs staan, dat die 5 groepen studenten hun ideeën delen met allerlei professionals. En we dat ook voor de camera doen om dat weer groter uit te zetten. Hoe meer mensen met, hoe ik dat noem, besmet raken met het enthousiasme over, wauw, dat is gaaf. Ik durf ermee thuis te komen, ik kan er trots op zijn en het is ook nog gewoon een nieuwe manier om centen te verdienen. Ja, dan is er geen houden meer aan voor mijn gevoel.